De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, vliegt per vandaag via Georgetown naar Bridgetown, Barbados. Voor aanvang van de inaugurele vlucht zei SLM-directeur Stephen Gonish op de Johan Adolf Pengel luchthaven dat het bedrijf een groei doormaakt nadat het in moeilijk vaarwater terecht was gekomen. Naast personenvervoer moet ook het vrachtvervoer naar de verschillende vlieglocaties worden gestimuleerd. Vooral LVV-minister Seudin toonde zich erg ingenomen met de nieuwe vluchtroute vanwege de diverse exportmogelijkheden die in de pijplijn zijn. Directeur Gonish beloofde dat de SLM steeds meer connecties zal blijven maken en onderhouden in de regio. Maandag heeft de SLM eveneens een inaugurele vlucht naar Curaçao afgewerkt. Daarbij is er een introductie gedaan voor non-stop vluchten op de Miami-Curaçao-route.